Ik wil jullie vanavond meenemen in de kringlooplandbouw. Dat uh, ik doe dat al mijn hele werkende leven, maar sinds kort is het helemaal weer uh, nieuw en uh, hip en happening. Uh, eigenlijk een beetje dit plaatje dat staat in mijn uh, carrière eigenlijk al, uh, al heel lang centraal, maar inmiddels is het regeringsbeleid geworden. Uh, ik zal jullie even kort vertellen wie uh, wat doet boerenverstand allemaal. De visie rond kringlooplandbouw. Ik praat eigenlijk liever over kringloopboeren dan over de kringloopwijzer. Dus ik wil jullie eigenlijk een beetje neen, meenemen hoe je van een kringloopwijzer naar een kringloopboer wordt, komt. Uh, de bodem en het bouwplan. Dan belonen voor prestaties. Uh, Vele van jullie die hebben de, de top zuiveldiscussie uh, wel meegekregen. Daar zal ik ook nog even wat over vertellen. En tot slot uh, denk ik een aantal tips, dingen die nooit veranderd zijn en waar je gewoon mee aan de slag kunt. Allereerst, Boerenverstand werkt door heel Nederland aan uh, kringlooplandbouw. Uh, dat heeft zich eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Toen ik begon met werken, dat was in de Friese Wouden. Toen ging het eigenlijk over de minas, en uh, toen was er een Jaap van Bruggen en die zei van: uh, uh, de, we hebben geen mestprobleem, we hebben een kunstmestprobleem. Nou, dat is al uh, ver terug. Dan praten we over 1998 of zo. En het doel was de mest beter benutten. En het ging er steeds over van hoe je nou die mest uh, zelf, uh, als je die mest beter kunt inzetten, dan moet je eigenlijk vrijheid in die regels. Dus die groep boeren in de Friese Wouden die willen boven ons uitrijden. Daar begon mijn carrière. Um, ergens het einde van die periode hebben we toen al gewerkt aan de bags. Want dat komt omdat die kringlopen die we toen uitrekenen, dat was eigenlijk al op dezelfde manier zoals we dat uh, nu via de kringloopwijze doen. Nou, Tegelijkertijd werk ik ook aan andere dingen rond bodem. En eigenlijk ligt mijn achtergrond en mijn passie een beetje bij ransoenen. En daar zal ik jullie ook het een en ander over vertellen. Want ik denk dat de oplossing toch zit bij koeienvoeren. En, dat, en uiteindelijk moeten we ook weer terug naar een aantal praktische dingen. Um, oh, eerst deze even. Jullie kennen, sommigen kennen mij vanuit het uh, MilkV Magazine. Ik probeerde altijd een beetje uh, scherpe columns uh, in te zetten. Uh, de nieuwe column, uh, die gaat, uh, dat, uh, dat zal ik zo even iets van vertellen. Dat is wel bijzonder nieuws. Ik schrijf ook af en toe mee aan dit soort beleidsrapporten. En die zijn ongelooflijk belangrijk voor het, uh, ja, voor het beleid. En een van de, een heel interessant rapport, dat is het PBL-rapport van de Planbouw over de Leefomgeving... Daar wordt serieus eens een keer aandacht besteed aan het feit dat boeren helemaal in de knel komen door alle regels die zich steeds verder opstapelen en er eigenlijk geen goed perspectief meer is. En het leuke is dat de minister nu ook dit rapport een beetje als basis neemt. En de minister die heeft zich deze zomer laten informeren door een aantal mensen. En hier zie je mij samen met uh, de minister op Slippers en uh, Lodders en uh, Geurs, Het, 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 het Grote. Dit zijn zeg maar de. Uh, de regeringspartijen die bezig waren met de voorbereiding van de visie. Uh, hier waren we in een stal in midden delfland Dat had ermee te maken dat we dik bij Den Haag moesten zijn. En hier heb ik een presentatie gegeven die deels dezelfde is als ik vanavond ook zal geven. Ik denk dat mijn verhaal niet zoveel veranderd is. Uh, de wereld om ons heen verandert uh, helaas wel heel snel. En die visie die is gelanceerd op een hele mooie plek. Dat was in een uh, stal. We zaten letterlijk op de bodem van een stroostal. Nou, een van de stallen die de hoogste emissiefactoren van Nederland krijgen, en een van de stallen die mogelijk wel de oplossing is voor een hele hoop van onze problemen, is namelijk uh, betere mest maken. Heel interessant dat ze daarvoor ko koos, want kringlooplandbouw gaat in mijn ogen ook over mest en over bodem. En uh, daar zaten we dus op een mooie plek. En dit is uh, uh, vorige week, uh, toen wilde de koning uh, uh, weten wat kringlooplandbouw is of uh, was. En um, het allerinteressantste is een beetje: het, is heel, het leeft. De, dit was een werkbezoek van de koning aan, uh, aan het ministerie van landbouw. Zijn we bij Erik Smalen geweest, een echte kringloopboer in mijn ogen, redelijk grondgebonden of behoorlijk grondgebonden, maar iemand die met zo weinig mogelijk input, zo weinig mogelijk kracht voor, zo weinig mogelijk kunstmest, zijn bedrijf rondzet en eigenlijk gewoon een normale boer met 180 koeien of 160 volgens mij, eigenlijk doodnormaal. En wat de boodschap was bij de koning was kom nou eens een keer naar een normale boer, want we hebben niks aan al die high-tech en al die toeters en bellen. Het gaat eigenlijk over dat je aandacht besteedt. En wat, ja, wat is dan kringlooplandbouw? Ja, eigenlijk de dingen goed doen en goed blijven doen en de puntjes op de i zetten op een aantal zaken. En dat betekent niet uh, he, veel high-tech en allerlei uh, toeters en bellen. Nou, daar was hij toch wel heel gevoelig voor, moet ik zeggen. En het was een ongelofelijke waardering, sowieso uh, voor, voor mezelf natuurlijk ook, om daarbij te mogen zijn. Maar en, uh, Waardering dat zo'n koningshuis zich dan toch ook verdiept. De minister was daar ook bij, dus vandaar. Uh, sorry, vandaar dat we daar ook uh, meteen. een tot actie zijn overgegaan. Want vanmorgen zat ik dus bij het ministerie van Landbouw. Uh, om over te, te praten. over letterlijk. over de concrete invulling van de visie. Dus ideeën en input uh, welkom, want uh, ze zijn echt zoekende bij het ministerie, dat kan ik je vertellen. Nou, mijn carrière begon bij dit soort artikeltjes. en ik wil niet helemaal zeggen dat ik de, de groot. De, de, ...de oorzaak van de kringloopwijzer ben... ...maar dit soort artikeltjes, dat, uh, daar rekenen we al kringlopen uit... ...op de manier zoals dat de kringloopwijzer ook doet. En wat kwam er uit dit soort artikeltjes? Dat de oplossing niet bij de koe lag, maar bij de bodem. Met andere woorden, die mest moet beter benut worden... ...en dan kunnen we de kringloop sluiten. En nog steeds, uh, helaas misschien, nog steeds is dat toch de boodschap. Kringloopplaatjes verandert. Als ik bij kringloop landbouw, dan denk ik gewoon heel duidelijk aan een aantal boeren. Dan heb ik in mijn hoofd een aantal mensen zitten. En dat zijn mensen die door de jaren heen zo tegenkom. Uh, nou, hier zitten een aantal in de zaal die daar misschien ook bij gekund uh, hadden. Maar dat zijn boeren die willen, dat is een beetje eigenzinnige boeren. Die, willen, uh, die laten zich niks aansmeren. Die kijken niet naar kracht voor hun kunstmest. Die willen zo min mogelijk kracht voor hun kunstmest aankopen. Die willen eigenlijk liever een koetje meer houden dan een koe een minder. Dus met andere woorden, die willen niet die maximale productie, maar die optimale. Zien mest als een kans, zien niet die high tech, maar willen juist het vakmanschap zich onderscheiden en ze zetten de bodem centraal. Ofwel ze zijn heel succesvol in het combineren van uh, milieu en economie, minder erin en toch dezelfde hoeveelheid eruit. Hier zitten dus boeren bij die. Problemen hebben met een van deze regels. Want dat heb ik de minister dus ook voorgehouden. Ik zeg: is dit kringlooplandbouw? Dit zijn allemaal wet en regels die op een gegeven moment niet meer leiden tot een visie naar kringlooplandbouw. Het meest uitgesproken is de BGM, dat, dat bepaalt welke mes je, of wanneer je mes moet uitrijden. Uh, maar goed, er komen er steeds bij als je bij een Natuur 2000 gebied zit. Het gaat over de melkverwet, het gaat over de nitraatrichtlijn. Uiteindelijk, als je zo er naartoe kijkt, gaat het allemaal over stikstof, fosfaat en over koolstof. Het zou eigenlijk over koolstof moeten gaan, over organische stof. Maar stiekem gaat het nog steeds over ammoniak, gaat het nog steeds over nitraat en gaat het nog steeds over fosfaat. Dus zoveel is er niet veranderd in al die jaren heen. Het moeilijke is dat dit bij elkaar opgeteld geen kringlooplandbouw is. Dus heb ik tegen de minister gezegd, als er niet iets verandert in een van deze regels, dan zul je niet tot kringlooplandbouw komen. Dat, dat is onmogelijk, want deze regels samen, eh, dan kom je er niet. Dat is wel duidelijk. Nou, een van de meest, daarom is het altijd zo um, uitgesproken, de mensen die, dat, die weigeren die mest in de grond te stoppen, dan, dan zie je het meest contrasterende, eh, dan, dat zijn de mensen die het meest aggregeren tegen die regels, van... Want op een gegeven moment zijn er dus regels die niet meer kloppen. En dat heeft hetzelfde met de dichte roostervloeren, luchtwassers. Allerlei manieren om maar uh, hier in detail dingen te proberen te regelen. Terwijl de hoofdlijnen gaan nog steeds over minder erin en dezelfde veruit eruit. Dan hebben we allerlei sectordoelen. He, naast dat, al die regels hebben we ook een heel aantal sectordoelen. Uh, meer dan 65% eiwit van het land, meer weidegang, minder CO2, minder ammoniak. Geen kunstmest. Dat heb ik eens een keer een LTO-visie gelezen. Dat ik weet niet of dat nog steeds in stond, maar dat staat. Maar dat heb ik uit zijn LTO-visie gehaald. Uh, en meer CO2-opslag in de bodem ofwel minder afname van blijvend grasland. Nou, dat is ook niet automatisch kringlooplandbouw. Nou hebben we sinds 1999, nee, sorry, 2008 zo'n beetje uh, werken we aan een systeem. Dat heet de kringloopwijzer. En dat begon met de BACS. En die rode, die rode puzzelstuk, dat werkt bij heel veel van jullie als een rode lab op een stier. Want de BACS, dat is een uh, bedrijfsspecifiek instrument om af te wijken van een norm. Dus een koe schiet uh, 110 kilo stikstof. Via die BACS kon je uitrekenen dat die koe, als je die minder uitvoerde, dat die dan uh, 90 kilo uh, scheet. En we hebben eigenlijk de kringloopwijze opgebouwd vanuit de BACS. Waarom? Omdat de BACS in de wet zat. Sinds 2008 zit dat in de wet, of 2006 misschien al wel, is de kringloopwijze opgebouwd vanuit de backs. Um, als ik de geschiedenis terug wilde draaien, dan had ik gezegd: van waren we maar misschien met de minas begonnen, met de mineralenbalansen. Daar was een stuk van Noord-Nederland een stuk positiever over. En de bags was eigenlijk iets, en dat is nog steeds iets: als jij veel maïs voert en uh, je hebt de koeien op de stal, dan zal het ongetwijfeld makkelijker zijn om bags winst te boeken. Nou heeft BECS winst, heeft eigenlijk niks te maken met kringlooplandbouw. Dat is puur, als ik af wil wijken van de norm, dan kan ik uh, nog, een, uh, nog een paar kilo minder uh, stikstof en fosfaat uitrekenen. En dan kan ik nog wat meer koeien houden. Heel Noord-Nederland zit eigenlijk te wachten op de rest van die kringloop. Namelijk de BEP, dat gaat over dat je er meer van afhaalt. En de BEN, dat gaat over de stikstof die je er van afhaalt. En eigenlijk willen we weer terug naar een simpele mineralenbalans. Nou dat heb ik ook aan de... Aan uh, de minister, de koning, daar hoef je dit niet uit te leggen, maar. Aan de minister uitgelegd dat er komt wat in en er gaat wat uit en er gaat iets verloren. Als we ons daar nou op blijven focussen, dan we, kan iedereen zijn eigen, uh, eigen bedrijfssysteem uh, laten, uh, laten floreren en dan gaat het ons over het overschot. Het gaat ons niet meer over die backswins, het gaat ons niet meer over die details, het gaat ons over dat totale overschot. Nou, zo makkelijk als dat lijkt, zo moeilijk is dat dus in de wet en regelgeving en zo moeilijk is dat ook om. Dat ambtelijk te gaan regelen. Maar goed, langzaam gaan we toch wel weer een beetje deze kant op. Maar goed, we hebben het over kringlooplandbouw. We hebben het niet over de kringloopwijzer. En dan gaat het in mijn ogen over twee dingen. Beter voer winnen, winnen en met name een betere mest. En dat laatste, dat roepen we ook al heel lang. Uh, betere mest is dus geen enkel van die wetten die jou stimuleert tot het maken van betere mest. En daar willen we eigenlijk wel naartoe. Dit is in mijn ogen niet betere mest maken. Uh, dat zal ik maar heel eerlijk zeggen. We hadden net al een kleine discussie over. Ik ben daar uh, niet zo'n voorstander van. Ik heb eens een keer een column geschreven: gaat dit wel goed? Ik denk dat we hiermee onze mest afwaarderen en dan halen we er een beetje energie uit. Maar ik denk uiteindelijk dat dat uh, niet een duurzame oplossing is. Maar goed, er zijn er meningen over verdeeld. Ik had net ook al een discussie daarover voor, dat, uh, voor aanvang hiervan. Maar als alles in het teken staat van kringlooplandbouw, dan is dat voor mij geen logische oplossing. Dan is een composthoop wel een logische oplossing, alleen die heeft een hoge emissiefactor. Dus dat mag van de overheid niet. Dus hoe wordt de kringloopboer? Gaat het over een aantal dingen: ransoenen, beter je voer benutten, je bodem, je mest benutten. Dus zo moeilijk uh, moet het niet zijn. Het begint bij die bovenkant, wat ik al zei. Dat zit dus in de wet. En de bovenkant betekent eigenlijk dat deze pijl die hier omdraait. De, sorry, deze pijl. Dat is een verkeerde pijl. Die pijl die rekent terug vanuit de bek van de koe wat er gegroeid is op het land. Het allermoeilijkste is, en daar blijven we mee zitten... als wij nou exact zouden weten wat er van dat land kwam... dan konden we ook exact berekenen wat die koe scheet. Dan konden we ook exact berekenen hoeveel emissie er plaatsvond en dat soort dingen. Maar we moeten daaraan rekenen. En als je daaraan wil rekenen, moet je dus uitrekenen van wat er van het land komt. En dan ontkom je niet aan een aantal formules... Voilà de backs en ook de weerstand daartegen. Uh, naarmate er meer data komt, kun je ook wel uh, die pijl preciezer uitrekenen. Kun je ook die backs wel uh, vermijden, zeg maar. Alleen de overheid die kijkt nou eenmaal niet naar die oude mineralenbalans, die kijkt naar die binnenkant van die stromen. Nou, uit die backs en uit die kringloopwijzer komen eigenlijk jaar op jaar dit soort uh, grafieken. En dit. Die plaatjes die kwamen ook al uit, uit de bedrijfseconomische boekhouding van een aantal van Alfa-Bergen bijvoorbeeld. Uh, de verschillen tussen bedrijven zijn nog steeds heel groot als het gaat om de benutting van dat voer. Dus die pijl die net andersom stond, die rekenen we uit, maar dan zien we ook dit soort verschillen. En daar zit ook natuurlijk de groot deel van de oplossing. En dat kom je dan ook precies dezelfde grafiek, maar dan naar eiwit van eigen land. Dan kom je bij deze grafiek. Hier zie je dus dat sommige bedrijven die hebben 15.000 liter melk op een hectare en die halen 40% van hun eiwit op eigen land. Dat benutten ze, dat is, dat is een belangrijk gegeven, dat benutten ze. En er zijn bedrijven die hebben 80% van hun eiwitvoorziening van eigen land. Na heel veel discussies over grondgebondenheid en niet willen afrekenen op 15.000 liter melk per hectare of 2,5 gve per hectare, is dit als een soort van ja, de, de, hoe zeg je dat, uit het doosje gesprongen... van uh, dit zou dan wel eens de oplossing kunnen zijn. Namelijk sturen op minder krachtvoer aankopen... Uh, en uiteindelijk dus je land beter benutten. En dus dit als een grondgebondenheidsindicator. Ik ben er eerlijk gezegd, ik ben er uh, voorstander van... als je naar management kijkt. Als je puur naar natuurlijk naar uh, borging, handhaving kijkt... dan heb je de kringopwijzer nodig om het uit te rekenen. En dan is uh, de helft van jullie waarschijnlijk daarop tegen... <Klacht> Dus het is heel interessant om te kijken hoe zo'n Kengetal natuurlijk gaat werken nu. Eiwit van eigen land is eigenlijk het meest ja, management gerelateerde indicator voor grondgebondenheid. Beter konden we het niet bedenken. Maar het heeft natuurlijk wel een, 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 een nadeel. Dat betekent eigenlijk dat je moet hier bijvoorbeeld al naar meerjarige middels gaan kijken. Je moet ook voorraden, dat soort dingen er allemaal uithalen. Dus dit getal zegt eigenlijk op jaarniveau niet zoveel. Je moet heel snel al naar drie jaar middels toe. Wil je dit getal harder kunnen maken? Maar naar mijn stellige overtuiging is het wel het beste wat er uitkwam uit al die discussies. Want uh, je, jullie zitten ook met heel veel zuidelijke collega's en oostelijke collega's. En westelijke collega's, die zitten allemaal aan de, deze kant van de grafiek. En die willen ook uh, vooruit, zeg maar. Dus daar zit een heel groot politiek spanningsveld tussen Noord en Zuid. En daar is dit een soort van compromis uit geworden. Zo heb ik het een beetje ervaren de laatste jaren. Nou, daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Dit heeft eigenlijk alles te maken met uh, de stikstof die hier. Uh, uh, de stikstof die. van dat eigen land in die koe gaat. Dus het heeft veel meer te maken met de benutting van die stikstof. en de hoeveelheid kracht voor die er gevoerd wordt. Dat tikt allemaal veel harder door. dan wat er van het land uh, komt. Maar daar kom ik zo wel even op terug. Nou, als je dan. Goed bedenkt, waar willen we eigenlijk weer naartoe? We willen, en er zijn een hele zachterrijnige perioden met allemaal uh, nieuwe wetgeving. Je wil eigenlijk weer toe naar een aantal basale dingen: naar betere koeien voeren, beter je land benutten. En dan wil je naar ransoenefficiëntie. En dan zie ik in de praktijk dat er twee definities van ransoenefficiëntie zijn: of je gaat helemaal inzoomen uh, op dierniveau en dan haal je het jong weer eruit, en dan doe je drie dagen en dan heb je een hele mooie ransoenefficiëntie. Of ik haal diezelfde ransoenefficiëntie uit de kringloopwijzer. En dan zie ik soms een heel andere ransoenefficiëntie. Eh, een stuk lager dan, dan uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, voerleverancier berekent. Want dit rekent, dit rekent de kringloopwijzer uit. Eigenlijk wordt daar niet, niet zoveel aan gerekend. Dat is gewoon, er komt zoveel uh, kuil in, zoveel mais, zoveel krachtvoer. En dit gemiddelde ransoen zit op 151 ruw eiwit. Wat ongelooflijk netjes is. Als ik zie... Een van de eerste bladzijden die ik opsla bij die kinderwijzig is dit. Dan zie ik al meteen eigenlijk van zit iemand op 180 of 175, 160, 150. Al meteen een indicatie van waar zit iemand. Zitten we aan de voor- of de achterkant van de efficiëntie. En die leg ik dan naast dit soort berekeningen. En dit soort berekeningen dat, uh, dat, dat daarmee hopen we of denken we met WDVE en met FEP en met PSW-dekking en OEP, dan denken wij dat we de boer gaan helpen om te sturen op een hogere fosfaat- en stikstof-efficiëntie, ofwel een lagere eiwit in die koe en meer benutting van eigen ruwvoer. Nou, of dat dan werkelijk zo is, dat haal ik dus onmiddellijk uit die kringloopwijze. Met andere woorden, hier lijkt het allemaal de wereld heel mooi, maar in werkelijkheid ziet het er dan heel anders uit. En dat komt eigenlijk een beetje na al deze kengetallen, die worden allemaal berekend. Want alles boven de lijn dat wordt bepaald door Oosterbeek of door uh, de Aaldennen. En alles onder die lijn is berekend. En wat hieronder zit, dat gaat maar verder. Er komt iedere uh, maand, komt, nou niet iedere maand, maar ieder jaar komt er weer een nieuw uh, kengetal bij. Maar de harde getallen die veranderen natuurlijk niet. Dat zijn nog steeds dezelfde harde getallen. En het kan in mijn optiek niet zo zijn dat een koe er uh, wezenlijk anders is nu dan uh, tien jaar geleden, of vijftien of twintig jaar geleden. Dat kan niet. De koe heeft gewoon een pens. En daar gaat wat in, en uh, dat moet zo goed mogelijk benut worden. Nou, die berekeningen, uh, dat is ontzettend interessant, want heel vaak kloppen die berekeningen niet. En dan komt deze man nog altijd opdagen. En ik ga ook al een tijd mee, nu inmiddels, maar ik zie nog steeds dat een man als Malenstein ransoenen oplost. Daar heb ik me altijd afgevraagd: waarom uh, kunnen wij zelf die kennis niet krijgen die Malenstein heeft? En waarom moeten we uh, kennis die die dit soort mensen hebben, waarom hebben, krijgen we die niet? En dat komt eigenlijk omdat zo'n man die checkt dingen, die, die, die pakt een hoop kuil en die ruikt eraan en die knijpt erin. En die checkt handmatig of die berekeningen allemaal wel kloppen. En dat doet hij niet voor niks, want een verteringscoëfficiënt, dat is gewoon een berekend getal, dat zou maar zomaar, gemiddeld zal het wel kloppen, maar het zal zomaar anders kunnen zijn, zeg maar. Dus dat een rassoomrekening niet klopt, is ook best wel logisch want we doen wel ons best om dat te laten kloppen, maar dat, dat daar vaak nog iemand nodig is die dat komt checken is heel interessant, want dat betekent eigenlijk een beetje van wat ligt er eigenlijk nou precies voor dat voerrek? Is dat zeg maar een kuil die noem ik dan even of gras wat compleet mishandeld is met kneuzers, met hakselaars, met meng messen in de voermengwagen? Of is het gewoon gemaaid in een baal gestopt? Het kan op papier kan het allemaal dezelfde waarden hebben, in de praktijk natuurlijk totaal ander voer. En het interessante blijft hier altijd een beetje bij waarom je die handmatige check, hè, dat dan even dat boerenverstand nodig hebt. En dan kom je bij die kringloopboer en die denkt dus: hé, hey, dit spul dat moet ik eigenlijk zo droog mogelijk zien te krijgen. Dat is eigenlijk mijn eigen soja van mijn eigen land. En uh, dit spul, dan moeten alle kneuzers en alle hakselaars en alles wat maar mogelijk is op, om het nog beter verteerbaar te maken. En hier zie je een beetje wat kringloopboeren. Aan het doen zijn. Die zijn aan het proberen hun eiwit en hun gras van eigen land beter te benutten. En die zijn een beetje wars van die berekeningen. Die pakken eigenlijk een hele simpele ransoenberekening: 15% eiwit in het ransoen. Dat kon al met Jaap van Bruggen, hier wat was het? Uh, 15 jaar geleden, denk ik al. En nog steeds, de hoge geleerden die zeggen dat de koe op 13,5% eiwit gevoerd kan worden. Nou laten we dan wat veiligheidsmarge inbouwen. Laten we weer teruggaan naar een aantal simpele getallen: 15% eiwit. Komen ook dit soort dingen? Dit is. He, dat word ik ook als eens mee, mee mij uitgelachen. Dan denk ik van ja, dit is gewoon een vorm van gras, die, zeker suikerrijk hooi, wat bestendig suiker biedt, bestendige energie biedt voor die koe. Perfect in een ransoen. Alleen ja, het zal ongetwijfeld uh, uh, gezien worden als ouderwets. Hier zie je een beetje, als je ransoenen wil optimaliseren, dan kun je met zo'n simpel schema kun je gewoon bedenken: van nou, we hebben een aantal voedemiddelen. En uh, daar kan ik eigenlijk zelf mee sturen. Ik ben een grote voorstander van dat je zelf in je ransoen stuurt. En ik ben niet zo voorstander van dat alles maar uh, één hets worst wordt en naar het gemiddelde toe gaat. Want dan valt er eigenlijk niet zoveel mee te sturen. Als we echt kringlooplandbouw willen invullen, uh, dan moeten we toe naar lage eiwit, lage fosfaat in het ransoen. Dan zullen we eigenlijk die ransoenen weer goed moeten kunnen optimaliseren. En dan zullen we die koe echt moeten voeren als een koe. Met andere woorden, die pens die moet gewoon zorgen dat ze eiwit aanmaakt. En dan moeten we dus ook dit soort basisprincipes weer uh, tot ons nemen. Dat betekent dit soort simpele tabelletjes, hè, van als een kuil nat is en, uh, en het eiwit is hoog en er zit weinig suiker in, dan moet er dus traag eiwit bij en snelle energie. Moeilijker moeten die ransoenen niet zijn. Ik noem dat bewust wel eens mystificatie. Naarmate er meer getallen bijkomen, wordt, moet dit verandert nooit. Dus die basisdingen die veranderen niet. En om echt dat werk te kunnen sturen, moet je dus... Uh, ja, aan de slag. Nou is de grote vraag een beetje van, zou je dit kunnen organiseren? Hè? Als ik nou zeg van, we hebben drie silo's, idealieten, we hebben gewoon een productiebrok, we hebben een eiwitcomponent en een energiecomponent. En zouden we, want dan kom ik een beetje naar die samenwerking, zouden we dan ook die losse grondstoffen hier uit de regio kunnen halen en zouden we wat beter kunnen gaan sturen op ons rantsoen. Dat die productiebrok, dat dat een, een mix is van... Van allerlei grondstoffen, maar die eiwitcomponent en die energiecomponent, dat kan ik wel bedenken wat er bij mijn ransoen past en wat ik daarvoor nodig heb. En dan kom je eigenlijk een beetje bij vanuit het ransoen naar je bouwplan en naar je bodem. En dan denk ik: de kringloopwijzer die kijkt gewoon als een boekhouding naar een bedrijf, maar een bedrijf is natuurlijk een, een koppel percelen. dus dat ligt ergens in het land. En. Daar komt een getal uit, hè. bijvoorbeeld zo'n zo fosfaatonttrekkingsgetal, dat, dan, dan hebben we een kringloopwijzer getal. Dat zegt eigenlijk gemiddeld iets over een bedrijf, dat zegt eigenlijk nog niet waar er dan iets aan de hand is. Dus we komen langzaam bij die perceelskaart. Wat doe je op die perceelskaart? En dan hebben we wel eens uh, wat filosofie als je dan bedenkt van, nou ja, zo'n ranzoen, je kunt alles aankopen, maar zeker jullie in het noorden hebben veel voer zelf. Hoe gaat dat bouwplannen dan uitzien? Als ik bedenk wat ik die koe nodig heb. Die koe heeft structuur nodig. Die heeft zetmeel nodig. Uh, dan met name bestendig zetmeel. Uh, dat is dan wat hoger afgrijpte later, wat later afgeruipte mais. Um, ik heb een deel eiwit nodig. Maar dan heb ik verschal. Als ik heel eiwitrijk spul heb, dan moet ik eigenlijk zorgen dat dat zo droog mogelijk wordt. Want anders dan wordt het weer niet goed benut. Het moet eigenlijk DVA worden en geen OEB. Ik heb ook nog wat suikerrijk hooi. Zo kan ik een compleet ransoen telen, zeg maar. En uh, wij zijn zelf nog, zitten we nog heel erg altijd op die maximale productie. Maar als je je ransoen van je eigen land kunt halen, dan kun je al naar een optimale productie. En dan maakt het wel een beetje uit van waar zit je ergens. Uh, zit je dus in een graslandgebied waar je geen zin hebt om voedselgewassen te bebouwen. Nou dan ben je in, in dit deel van Nederland extensief uh, 100% grasland. Dan moet je vooral uh, je aankoop beperken. Kracht voor gift naar 15 kilo per 100 liter melk. Uh, naar nou, in ieder geval maar eens onder de 20. Uh, melk leren maken van je eigen gras, met andere woorden zorgen dat je verschillende partijen hebt. Uh, eventueel stalvoer, alles in dienst van uh, maaien, in dienst van bewijden. Of als je voedergewassen hebt, dan moet je ook eens gaan nadenken of mais altijd wel de meest geschikte voedergewas is. Erik, bijvoorbeeld Erik Smalen, die ook op dat plaatje net stond, dat bedrijf, uh, succesvol nu met voederbieten. Voederbieten in een mengsel met structuurrijk voer wordt een totaal heel mooi smakelijk mengsel. Voederbieten leveren meer op dan mais. Voederbieten leveren ook iets anders op dan mais. Namelijk energie uit suiker in plaats van energie uit zetmeel. Wij hebben onszelf, ik weet niet hoe dat gekomen is ooit in de tijd... ...maar wij denken dat mais een soort van uh, oplossing voor alles is. Maar ik denk dat in die eigen teelt, dat daar nog ontzettend veel te behalen is. En uh, ja, zoals ik naar jullie kijk in het noorden, zie ik jullie vooral in vak C. He, tenzij je geen grond hebt om uh, akkabalmatig iets te doen. Maar dan zul je toch iets... Kunnen doen aan je eigen ruwvoerteelt. Um, maar je zou dit ook kunnen doen natuurlijk in samenwerking met anderen. Je kunt natuurlijk ook zeggen van ik concentreer me op mijn graslandteelt. En laat iemand anders dan maar de zaak in zijn bouwplan opnemen. Hier hebben we met de minister ook weer over gesproken. Want dit loopt tegen allerlei regels aan. Als jij op je eigen bedrijf dit wil doen, dan is dat prima. Maar als je gaat samenwerken, dan ben je in één keer twee andere bedrijven. Wil je vak C laten slagen... Dan zul je ook makkelijker met mest op een neer moeten kunnen, zul je makkelijker uh, uitwisseling kunnen, dan zul je makkelijker met bedrijven moeten kunnen samenwerken. Dus hier zitten allerlei, weer allerlei consequenties aan. Uh. Nou, die voederbiet, dat heb ik ook al eens een keer in, in een column geschreven, uh, heel erg onderschat. He, nogmaals, een mais dat is natuurlijk heel makkelijk, dus er zijn zaaien, bemesten zaai, en, en uh, oogsten, maar een biet zal ongetwijfeld wat moeilijker zijn, maar het is voedertechnisch veel beter kunt er tot veel hogere uh, uh, producties van eigen land meekomen. En dan komen we eigenlijk een beetje tot twee soortige bouwplannen, en die hebben natuurlijk met de wet en regelgeving te maken. Dit heb ik van Nick van Eker uh, overgenomen. Dat is eigenlijk een bouwplan, om te zeggen van: oké, okay, ik doe alles in het grasland, geen gezeur met voedergewassen. Uh, of het wordt een mix van een deel permanent grasland, wat je dus nooit meer scheurt, en een deel tijdelijk grasland, wat in wisselteelt gaat met dat bouwplan. Gezien onze wet en regelgeving zou dit een soort optimale mix zijn uh, om toch je bodem op peil te houden en je bodem vruchtbaar te houden. En hier zit natuurlijk die 80-20 die zou ook van tafel moeten. Dat hebben we ook aan de orde gehad, want eigenlijk moet je dat zelf kunnen bepalen. Maar gezien de 80-20 zou dit een ideaal bouwplan kunnen zijn, waarbij een deel van het grasland dus mee in de rotatie gaat uh, met het bouwland. Nou en. Langzaam, En dat, uh, dat is eigenlijk iets waar ik pas recent mee bezig ben. Um, als je dus echt toe gaat naar die perceelsoptimalisatie, dan moet je eigenlijk gaan bedenken: van we hebben daar allerlei uitdagingen. Biodiversiteit, klimaat, water, ja, nou sowieso opbrengst. En dat vindt je natuurlijk allemaal op die percelen af. En nou, dat verhaal naar buiten toe. We hebben dat wel zo'n biodivers bouwplan genoemd. Een bouwplan wat eigenlijk moet laten zien naar buiten toe van, hé, hey, ik combineer hier voederproductie met natuur, met waterkwaliteit, met al die dingen meer. En daar, um, op deze slag, daar kunnen we denk ik nog heel veel maken. En daar moeten we eigenlijk veel van de akkerbouw leren. Je moet eigenlijk als een akkerbouwer kijken naar al je perceeltjes en kijken, wat wil ik daar eigenlijk aan rendement afhalen? Wat voor doelen wil ik daarop realiseren en wat wil ik er afhalen voor voer? Dat brengt me tot het laatste stukje. Dit is eigenlijk theoretisch. Um, dat gaat eigenlijk over hoe belonen we dan een kringloopboer of een kringloopprestaties. En daar, um, dat doen wij bijvoorbeeld al vrij lang. Dan hebben we die kringloopcertificaten. Dan mensen die in de cursus zitten, in de studiegroep, die krijgen van ons aan het eind van de rit uh, krijgen ze een kringloopcertificaat. Daar staan dan de belangrijkste kengetallen op. Deze kengetallen. Dat kun je niet lezen, maar fosfaat. <laughs> Fosfaatoverschot, stikstof, uh, uh, bodemoverschot, ammoniakemissie, CO2 staat erop. En dat eiwit van eigen land. Dat staat op deze, uh, deze formulieren. En um, dit is eigenlijk uh, uh, de basis geweest voor een aantal beloningssystemen in het land. En die draaien al een tijdje. Dat zijn dit soort beloningssystemen. Als je beter scoort op die indicatoren, boven wettelijk scoort, dan hebben we dat omgebouwd naar een uh, beloningssysteem. En hebben we daar een. Premie opgezet, omdat we namelijk geen wettelijke dingen mogen belonen, alleen bovenwettelijke dingen. Dus de kringloopwijzer kan een bovenwettelijke prestatie inzichtelijk maken en daar kunnen we vervolgens een premie aan hangen. Dat doet Drenthe ook. Uh, in de provincie Drenthe is er een heel groot programma dat heet uh, Duurzame Melkveiligheid Drenthe, waarbij ze diezelfde indicatoren gebruikt hebben voor uh, een beloningssysteem. Dat kan oplopen tot 1500 plus nog eens een keer 1500 tot 3000 euro per boer, als je goed scoort op die indicatoren. Um, wederom eigenlijk een manier om bovenwettelijke prestaties te belonen. En om dat geld, wat nu versleuteld zit in allerlei popsubsidies, om dat naar het erf van de boer te krijgen. Wat best wel moeilijk is, want dat doen in gemiddelde Nederland, lukt me dat nergens om zoveel geld, en dat lukt alleen in Drenthe. Kan ik je wel vast vertellen? Om, om zoveel geld daadwerkelijk naar boeren te krijgen. voor ondersteuning, ook om die prestaties te verbeteren. En om de aandacht te krijgen op die zogenaamde bovenwettelijke prestaties. En dan is het idee eigenlijk een beetje: we proberen de beloningen ook te stapelen. En hier zien jullie al het Friesland Campina vlaggetje en de Rabobank. Uh, nou, de Rabobank is ontzettend moeilijk. Friesland Campina is recent begonnen met de toplijn zuivel, wat een voorbeeld is. Van een beloning uit de markt voor betere prestaties. De Rabobank loopt al heel lang te zeuren over groen. Of te zeuren, heel lang zijn we aan het zeuren over groenfinanciering. Dat lukt ook steeds niet voor de gangbare sector. Maar hij heeft toch toegezegd dat op basis van die indicatoren en op basis van die prestaties. men naar groenfinanciering gaat zoeken. Dus de trein is eigenlijk vertrokken door te zeggen: van oké, okay, wij maken wel inzichtelijk wat die boer doet bovenwettelijk... Maar jullie moeten ook gaan belonen. En de Rabobank wordt dan bij de, met, door Friesland Campina met name bij de, met de neus bijgehaald om dat dan ook mee te gaan belonen. En dit, dat hebben jullie, sommigen van jullie die bij Campina leven, een mailtje gekregen waar ze de score hebben gekregen op hun uh, duurzaamheidsprestaties. Dat was eigenlijk al een beetje aan de gang bij uh, Kono. Die hadden al, uh, al, al, al langer een soort beloningssysteem. Uh, bij andere melkfabrieken zat dat ook al erin. Friesland Campina heeft nu best wel een stap naar voren gezet. En heeft gezegd van, oké, okay, deze indicatoren die toch al heel lang rondzoomen, van dit zijn de indicatoren waar heel veel uh, uh, partijen mee bezig gaan, die gaan we dus belonen. En dan krijg je dus dit soort mailtjes in je brievenbus. Sommigen van jullie die hebben dat gekregen. En natuurlijk, en dat is het onvermijdelijke, ga je het natuurlijk afvragen van, waarom heb ik aan een rood kruis? Hoe wordt het berekend? Waarom heeft iemand bedacht dat dit 102 en uh, wat is het, 140 moet worden? Eigenlijk hebben we, op we heeft Campina een stap voorwaarts gezet en gezegd van, uh, ja, we zijn al zo lang over dat tussensegment aan het praten tussen biologisch en duurzaam. We gaan nu een stap naar voren zetten en we confronteren ook een aantal NGO's met een aantal van dit soort dingen. En we zeggen van, kom maar op, wij gaan die bedrijven stimuleren en belonen. Jullie moeten ook daar dan in meegaan, zeg maar. Hier zie je een aantal indicatoren, die komen dus terug uit. Ja, Dat is dus allemaal niet nieuw. Die, 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 dit soort indicatoren die zwerven dus al heel lang rond. Alleen nu heeft Campina ze bij elkaar gezet en gezegd: van ja, we hebben nu een, uh, een toplijn. En we hebben dus eiwit van eigen land, stikse bodemoverschot, ammoniak, blijvend grasland en natuur en landschap. En we gaan dat dus ook wel belonen. Nou, dat, dit, die beloning, die meerwaarde, die moet uit de markt komen via dat keurmerk, dat Planet Proof. Maar iedereen van jullie heeft diezelfde uh, mail gekregen. Met andere woorden, dit is dan een beetje het lijstje met indicatoren. En um, nou denk ik dat het niet gaat om al die indicatoren goed te scoren. Het gaat er natuurlijk wel om dat de beloning uiteindelijk wel iets gaat voorstellen. En het moet niet zo zijn dat het een voor eh, je is. Het moet daadwerkelijk iets gaan opleveren. Dat als jij dus beter presteert dan gemiddeld, of dan wettelijk, dat je dan ook daar iets voor terugkrijgt. En dan nou moet ik wel zeggen dat inmiddels, wat ik al zei, die trein die is een beetje vertrokken, dat het ook nu hard wordt gepusht op allerlei organisaties, zoals de provincie, zoals allerlei dingen, om de beloning dan ook te gaan realiseren en om dat op te gaan plussen. Want anders blijft het een beetje een ja, een uh, neus, want dan uh, vanuit de Campina zullen jullie zeggen herverdeling en melkgeld. En vanuit de rente houdt die subsidie ook een keer op, dus we zullen uiteindelijk daar meer haakjes aan moeten creëren. Maar als je dan teruggaat en je zegt van we zijn ooit begonnen met die hele kringloop landbouw, maar dat moeten we toch een beetje harder gaan maken, we moeten naar prestaties, dan kom je automatisch bij, ja, wat doen we dan? Die boer die het goed doet, hoe krijgen we dat dan ook beloond? En dan kom je op dit soort lijstjes. Maar, voordat ik de laatste sheet uh, gebruik, deze lijstjes, um, in Amersfoort uh, zijn ze alleen maar met deze lijstjes bezig. En uh, ik moet voor je groepen boeren als jullie staan. En ik had al lang bedacht dat als je met zo door al deze lijstjes heen kijkt... dan kom je tot een top 10 van, of top 5 van maatregelen. En die moeten we wat harder gaan communiceren. Want volgens mij is dat nooit veranderd. Het gaat er namelijk nog steeds over dat je probeert zo weinig mogelijk kracht voor te voeren... en zoveel mogelijk van je eigen voer te benutten. Daar ging het al uh, 15 jaar geleden over, daar gaat het nog steeds over. Reststromen benutten, dat doen we eigenlijk voor een groot deel al. Dat moeten we nog meer gaan uitdragen. Zo weinig mogelijk kunstmest het liefst geen kunstmest en zo hoog mogelijk benutting van je eigen land, een langere levensduur. Dat kan ik onmiddellijk doorrekenen naar al die indicatoren. Daar scoor je bijna altijd beter op. Weidegang, bouwplan gericht op CO2 vastlegging en zo weinig emissie van lachgas. Als je door alle maatregelen heen kijkt van al die toplijntjes en dingetjes. en je houdt je toch aan deze uitgangspunten. Dan denk ik dat er toch een mooie toekomst voor ons ligt. En dan moet je misschien niet te veel laten leiden door de individuele indicatoren. Of je dan rood bent of rood scoort of twee vinkjes hebt. Ik denk toch dat je terug moet naar die algemene principes. En goed op je bedrijf moet kijken en bezig moet gaan met de dingen waar we eigenlijk vinden dat je altijd al mee bezig moet zijn geweest. Namelijk proberen minder erin en meer eruit. Oftewel meer uit minder. Uh, al die dingen meer. En waar je zaken als biodiversiteit kunt inpassen. En en permanent grasland en weidegang, dan moet je dat zoveel mogelijk doen. Maar die hoofdlijnen probeer je alsjeblieft vast te houden. En daar wou ik het eigenlijk uh, bij laten. Dankjewel, uh, Frank. Kijk. Ik heb net al gezien, hè, een paar keer over wat er mensen die wel vragen wilden stellen. Ik zou zeggen, uh, wie heeft er een vraag aan uh, Frank? Ja, dan kom ik even bij je met de microfoon. Ja, de, de volgende vraag. Um... De, de tegenstrijdigheid zit erin. Uh, in het begin zeg je in het verhaal van je moet proberen te samenwerken met een akkerbouwer, dan kun je samen uh, dingen oplossen. Uh, aan de andere kant op het eind van het verhaal staat gewoon keihard van je mag geen grasland scheuren. Hoe kan ik dan een samenwerking met een akkerbouwer aangaan? Hij wil bij mij grond gebruiken, maar te of wat dan ook maar. En dan kan ik bij hem wel weer gras maken, maar dan moet, zullen we wel een keer moeten scheuren. En dat is een beetje de tegenstrijdigheid met de CO2. Ja, er zijn dus wat ik een beetje vertelde: zijn twee systemen, of grasland-grasland laten, of dat wisselbouwsysteem, waarbij een deel dan vanuit de melkveuwering geredeneerd een deel permanent grasland is en een deel zal in rotatie moeten. Um, ik denk dat een goede rotatie met grasland ontzettend veel oplevert, maar dan zit je bij een melkveehouder met zijn 80%, zeg maar, met zijn uh, derogatie-eisen. Dus je moet dus eigenlijk bedenken: van als je wat extensiever bent, dan heb je daar wat minder mee te maken. Maar je moet bedenken: wat doe je dan met dat andere deel? Hoe krijg je dat dan in een, verzoenlijke in een rotatie met een akkerbouwer? En ook daar geldt inderdaad dat de regels niet echt uh, helpen daarmee. Zeg maar. Alleen vanuit uh, hoe zeg je dat? Een deel permanent grasland, dat is dan, betekent gewoon uh, niet scheuren of in ieder geval op hetzelfde perceeltje. Maar dat deel wat niet permanent is, dat moet wel eigenlijk in een verzoenlijke rotatie. En daar denk ik dat de akkerbouw ongelooflijk. Uh, ja, allereerst kennis, maar zeker ook uh, input kan leveren hoe dat dan te doen. Want in mijn praktijk en wat ik onderweg zie, is die 20% is gewoon permanent maisland en dat is altijd maisland en dat is niks rotatie, dat is gewoon jaar op jaar mais maar op die percelen. Nou, en dat is eigenlijk finest voor een hele loop van die doelen, voor bodem, voor organische stof. Dus als je echt iets wil doen, dan moet dat in een verzoenlijke rotatie. Duidelijk antwoord, denk ik. Meer vragen voor Frank? Jan, pak jij hier midden? Die uh, klimaatwijze die, uh, die is nogal een beetje mank, althans, als het gaat om de koolstofvastlegging in grasland. Dat wordt het nu toe niet meegerekend. En vooral de veehouders met alleen grasland worden daar nogal benadeeld. Dus in die score bij Fies van Campina. Ja, je hebt... Ik score op alle punten voldoende, zee, behalve op uh, CO2-uitstoot. Maar waarschijnlijk alleen bij de koolstofvastlegging in grasland niet wat meegenomen. Ja, de koolstofvastlegging telt eigenlijk alleen als er netto organisch stof is. Dus eigenlijk die koeien vrijten gras en die stoten weer uh, CO2 uit. Dus als er netto niet extra organisch stof in de bodem komt, dan heb je eigenlijk geen netto extra vastlegging van CO2. Dat is het moeilijke van het graslandverhaal, want die koe die vreet dat natuurlijk op en die stoten uh, weer CO2 uit. En het enige waar je, waar je gelijk in hebt, als je kunt laten zien dat je organische stofgehalte toeneemt, dan leg je netto organische stof vast. Laat ik het anders zeggen, als ik uh, 20 of 40% procent ga uh, scheuren dan, uh, en die gaat er maïs of wat dan ook op verbouwen, dan verlies ik koolstof. Ja, toch? dat klopt. En daar en dan moet dan je dus. is ook meegerekend bij die uh, VLA uh, uh, ja. die maïs mais uh, verbouwt. Ja, volgens dan wordt mij het daar wel. Daar hebben we minder niet gerekend. Ik dacht het wel, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar volgens mij wel. Want Grasland wordt veel uh, zwaarder beter beoordeeld dan, dan, uh, dan maisland. Maar goed, volgens de uh, geleerden zeg maar. Dan in de eerste 30 jaar als je Grasland één keer gescheurd hebt. De eerste 30 jaar bouwt het uh, koolstof op. En daarna kom je op een gegeven moment op een evenwichtspunt. Ja, en dan moet je. Ja, maar dit is dus het moeilijke van. Uh, mensen die dus nooit gescheurd hebben, die zouden dan eigenlijk 100 punten moeten krijgen. En iedereen die gescheurd heeft, die zal dan heel weinig punten moeten krijgen. Maar ik, ik zie dat hier. Uh, uh, Campina kan er nog niks mee, omdat er wetenschappelijk heel veel debat over is. Precies wat ik net zei. De gangbare opvatting is van die koe die vreet het gras op. En de enige manier om dat mee te gaan tellen is als er een echt CO2 wordt vastgelegd, ofwel organisch stof. En dan moet je komen met, met toch het idee van nee, deze bodem, als je daar niks aan zou doen, had het uh, 6% organisch stof. En ik zit hier nu al uh, 40 jaar op de boeren en nu heeft het uh, 8%. Dus dat is winst die je aan mij mag toetellen. Maar het grote probleem is juist veehouders die veel gras voeren, uh, gras of kuil die uh, koeien hebben in verhouding hoge methaanuitstoot als een koe die uh, maïs bijgevoerd krijgt, van andere ja, producten. Ja, maar dit, en daar zit tuurlijk. nou net even de uh, probleem zeg. Maar daarom scoor ik in verhouding hoog op het CO2-uitstoot. Ja. De methaanemissie, die had, uh, dat is, uh, ik weet niet hoe dat ooit gebeurde, die had eigenlijk <laughs> eruit gehaald moeten worden. Dat is nu het, de, uh, hoe zeg ik dat? De, 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 zwakke van het melkvaarderij. Uh, er zijn met name die, die Partij voor de Dierenclubs die hakken daar nogal in, dat die koe dus nog schadelijker is ja. dan uh, 24 auto's. En dat heeft heel erg te maken met. Eigenlijk het waardevolle van een koe is dat hij met zijn bacteriën uh, gras omzet in, uh, in hoogwaardige melk. Alleen die methaanuitstoot die wordt door iedereen uh, ja, een soort van uitvergroot. En er zijn debatten over dat dat een soort kortlopende C-cyclus is in plaats van een langlopende C. En. Maar op dit moment, hè, dat, dat hebben we wel als nadeel, wordt er heel erg op de sector ingehakt vanwege die methaanemissie. Uh, ja, ja. ja als je, vorige week was op Voerlog ook een, een discussie over, zeg maar, uh, een aan, naar aanleiding van een filmpje wat uh, ik geloof ik uit Nieuw-Zeeland kwam, waarin uh, uh, aangewezen waar werd dat het methaan in principe na twaalf jaar of, of na twintig jaar in ieder geval weer omgezet wordt in CO2. Dus zolang als je niet meer koeien aanhoudt, met uh, een aantal koeien, heb je geen, met, komt er niet extra methaan in de atmosfeer, zeg maar. Ja. Met andere woorden, wij sinds 1990 zijn er in Nederland 700.000 uh, melkkoeien. Ja. Eigenlijk, ze we wel een heel stuk ingeleverd. En ja. als wij ongeveer op hetzelfde getal blijven als, uh, als nu, zeg maar, in Nederland, dan zouden wij qua methaanuitstoot eigenlijk op een nul uitkomen. Ja, nou goed, daarom heb ik deze, dit rijtje, dat heb ik ook bij Campina neergezet. Ik zeg, werk maar aan een langere levensduur en aan wat minder jongvee, oftewel... Ga op die toer alstublieft en aan graslandvastlegging. Maar probeer inderdaad dit, deze discussie, dat is een hele zachtgereinige discussie... want het betekent eigenlijk meer mais voeren, meer kracht vervoeren. Dan gaat die koe minder CO2 uitstoten. Mm -hmm. He, nog hogere productie, ja, ja. of minder methaan, sorry. Ja. Nog hogere producties en nog... Uh, uh, ja, en volgens nog mij doodlopende weg. Maar, uh. Ja, dat vind ik ook. Dus die hoofdlijnen, die moeten erin blijven. Als die eruit gaan en je gaat dit soort maatregelen nemen... om methaan op te lossen, dan klopt er iets niet meer... Mm -hmm. Ik denk, Frank, het feit dat jij de minister zeg maar, hebt bijgepakt op dit en, lijstje. En de koning. <laughs> en op een gegeven moment ook over die met bijvoorbeeld. Ik denk dat dat misschien nog meer als Friesland Campina om in de wetgeving wat veranderd te krijgen. Maar het zit nog niet in de wet, dat is het probleem. Het is echt een Campina-ding. Ja, maar het filmpje, het filmpje van Nieuw-Zeeland hadden wij het vanavond voor de tijd even over. En dat filmpje werd de Wieberen van Stralen inderdaad gedeeld. Nou, dat is precies wat, wat jij net schetst. Hm. En, uh, um, meer vragen nog aan Frank? Anders gaan we zo de pauze in. Even kijken, ben kwaad? Ja, kom even bij je. Er staat uh, de reststromen in te inzetten, zeg maar. Maar uh, reststromen voelt voor, voor nu in praktijk vragen we vaak wel redelijk duur. Het klinkt wel populair om die in te zetten, maar bedoel, als we het allemaal gaan doen, dan zal er een uh, opwaartse prijsdruk zijn. Nou ja, dat, uh, natuurlijk, maar. Kijk, in kracht voorzitten natuurlijk ook een aantal reststromen. Uh, het is een, dit hoort bij de totale verkoop van het hele melkverhaal natuurlijk. Dat je probeert op je bedrijf. Eh, niet tarwe en hoogwaardig voer te voeren. maar als, als eerste natuurlijk die reststromen, die bijproducten. Dat is altijd beter. en dan heb je altijd een beter verhaal dan dat je hoogwaardige tarwe aan een koe voert. En natuurlijk zal het dat, als iedereen dat massaal gaat doen. dan zal het. Uh, de prijzen opstijgen en zoveel is er misschien niet eens. Maar voor de. BV melk, zeg maar, voor de hele melkverderij is het ontzettend belangrijk dat dat verhaal klopt en beter klopt. En nu roepen we dat bijvoorbeeld wel hè, van de, de velderij die, die gebruikt veel reststromen. Maar dat is maar ten dele. En daar we, moeten we gewoon kritisch naar kijken, ook naar het krachtvoer wat we aankopen, wat dan rest is en wat niet. Nou, ik denk in de toekomst zullen er overal, overal een CO2-waarde op moeten zitten. Want anders, ja, het een beconquereert het ander en ja, krachtvoer zal goedkoper worden. En het is misschien te goedkoop, als er een, een hoge CO2-waarde op zit. Ja. ja, misschien wel. Maar dat, dat durf ik niet te zeggen of dat nog ooit zover komt dat het dan... Hè, de dure, een duur kraft voor met veel uh, een hogere footprint, zeg maar, die, uh, die wordt dan duurder. Het is wel uh, bijzonder natuurlijk dat er nou een, een praktiseerd melkveehouder zit die zo'n soort idee had, ja, denkt. Het is wel wat gebeurd dat, de afgelopen uh, jaren. Ja. <laughs> ja. Nog een laatste vraag voor de pauze? Daarachter is nog iemand. Piet Jan? Ja. Pak jij die? Ja... ja. Ja, um, wij hadden dus afgelopen donderdag uh, een, een spreker van de, bij de Agrarisch Jongeren van Fuitenvoeders. En daar hadden ze het over krachtvoer. En daar stond gewoon: u heeft het nu over hoogwaardige tarwe. Maar daar werd gewoon keihard gezegd. 99% van het voer wat wij gebruiken is niet geschikt voor de humane consumptie. Ja, maar we hebben ook altijd. En nog... u zegt nou. Be precies tegenovergesteld, eigenlijk? Nou, dat is volgens mij absoluut niet zo. We hebben ook nog varkens en kippen, daar moet het dan als eerste naartoe en dan pas naar de koeien. En um, ik denk dat we daar heel kritisch naar moeten kijken, naar de footprint van het voer wat we aankopen. En uh, daarom een aantal hoofdlijnen die moeten, denk ik. Het gaat uiteindelijk voor de melkverder om het benutten van zijn eigen voer. En wat er dan aangekocht wordt, daar moet het verhaal aan alle kanten kloppen. En dat klopt heel globaal. Misschien dat je zegt, uh, Nervé die brengt ook van die boekjes uit, dat we vooral resten, uh, of hoe die voedselstromen zitten. Maar het is natuurlijk wel zo dat we nog steeds trekken aan bijvoorbeeld soja en aan, uh, aan raap en dat soort producten die ook naar andere uh, diersoorten kunnen. Dus dat blijft een moeilijk ding. Dus we moeten daar gewoon alert op zijn, dat we dat verhaal uh, wat we prediken, ook dat dat goed klopt aan alle kanten.